Oh my god, dit is de Royal Loper. Het is vandaag première dag. Jeff heeft een bril. Dat weten mensen nog niet. Nu wel, ik heb een bril. Ik stond ooit in het grote boek van mijn vriend Sinterklaas. Goedemorgen. Oh jongens, ik heb zo lekker geslapen eigenlijk. Ik denk dat het ook wel te zien is. Het is vandaag vrijdag 29 september uit mijn hoofd. Ja, 29 september. Nice. Ik ga weekend vloggen, want ik heb heel wat op de planning staan. Ik heb vandaag ook heel veel op de planning staan. En ik heb morgen heel wat leuks op de planning staan. Maar dat vertel ik morgen. Is gewoon in deze video. Laten we gaan omkleden. Klaarmaken voor de dag. Ik heb vandaag wel wat dingen op de planning staan, wat ik net al zei. Ik wil namelijk een video opnemen. Een extra video. En ik moet even naar een adres toe voor een eventueel oppas. En ik moet trainen vanavond. En dat is eigenlijk mijn dag voor vandaag. Morgen gaat heel anders zijn, maar wel heel leuk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar ik neem jullie lekker mee. Zo, het is even een paar uur later. Ik merk dat ik niet helemaal mijn dag heb vandaag. En ik weet nou niet of dat nou ligt aan de dag, weer of echt gewoon puur aan mijn hoofd. Ik heb geen idee. Maar ik ben wel op dit moment onderweg naar het gesprek waar ik heen moet. Of althans, kennismaking is volgens mij meer. En ik hoop dat het niet gaat regenen. Want zoals je ziet, het is echt pokkenweer. Weet je, ik ga er gewoon het beste van maken. En ik zie het wel. Ik moet vanavond ook weer trainen. Video's maken heb ik nog niet gedaan. Dus dat moet ik zo meteen nog even doen. Misschien dat dit rondje lopen mij ook wel een beetje gaat helpen om mijn gedachten te verzetten. Ja, ik heb oprecht geen idee waar het opeens vandaan komt. Ik heb er gewoon geen zin in eigenlijk. Ik ga nog even een stukje lopen en dan ben ik zo meteen bij jullie terug wanneer ik klaar ben. Oké, hello you guys. Het is een paar uur later. Het is inmiddels oprecht gewoon 6 uur. Ik zit in de auto, want ik moet als een gek naar Zwolle rijden. Dus we starten even de auto. Het gesprek ging eigenlijk best wel goed. Ik twijfel alleen een beetje of ik het door laat gaan. Omdat het natuurlijk alleen op de vrijdag zal gaan zijn. En dan heb ik, nou ja, zoals bijna elke vrijdag, training. Dus ja, ik ga even heel erg goed over nadenken. En dan zie ik het vanzelf. We houden in ieder geval contact, is er afgesproken. En ik ga nu onderweg naar training. Ik ben waarschijnlijk pas rond 10 uur weer terug wanneer ik kan filmen. En dan zie je waarschijnlijk een bezweten en kapotte Kim. 1 hour later. Zo, goedenavond. Ik heb helemaal niet meer gefilmd. Wel hebben wij een dans aangeleerd. Het ging niet het beste, maar hier komt hij even in beeld. Ik heb net de laatste dingen voor mijn vlog geëdit. Het is op dit moment letterlijk gelijk 12 uur. Het is gewoon nu op dit moment 12 uur. Over 9 uur moet ik bij Jeffrey zijn. Of althans op Amersfoort Centraal. Ik twijfel of ik nu nog even heel snel ga douchen. Ik denk het eigenlijk aan de ene kant wel. Maar ja, aan de andere kant denk ik van ja, ik wil eigenlijk nu ook gewoon lekker mijn bed in. En dan zie ik het morgen allemaal wel. Maar in ieder geval, morgen is de première. Over 10 uur moeten we daar zijn. Ik ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd aan iets waar ik aan heb meegewerkt, hoe dat dan uiteindelijk zo gaat zijn, weet je wel. Het klinkt als een heel big deal voor mij, maar ik vind het echt heel tof dat ik mee mocht spelen en mocht figureren en dit dat. Dat wordt heel leuk. Tot morgen. Goedemorgen jongens. Het is vandaag première dag en ik ben heel excited. Ik ben heel bang ook. Dit is mijn fit. Ik zal hem zo nog even wat beter laten zien. Mijn haar is nog niet helemaal opgedroogd, zoals je waarschijnlijk wel kan zien. Maar ik laat het gewoon voor nu even zo, zodat er lekker veel volume in komt. Ik ga nu onderweg naar Jeffrey, want hij komt namelijk naar Amersfoort Centraal. Ik ga hem ophalen en dan gaan we daarna gelijk door. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Het is mijn derde première ooit. Nu ook van een film waaraan ik heb, nou ja, meegewerkt, in heb gespeeld, gefigureerd, gedanst. Dus dat is heel spannend. Maar laten we heel gauw onderweg gaan. Ja, dan zie ik het vanzelf. Dit is trouwens de fit. Ik denk dat jullie deze al vaker hebben gezien trouwens. Dit is gewoon mijn standaard feestfit eigenlijk. Witte broek, blauwe top. Deze heb ik echt al heel lang. Echt al 5-6 jaar denk ik. En ik heb een blauwe blazer erbij voor het geval als het koud is. Het is niet helemaal dezelfde kleur, maar nee, het gaat om het idee. Nou, we zijn er hoor. Oh, hoi vlog. Hallo vlog. Hallo. We zijn er. Ewa dreddies. Eeuw, mijn haar. Ewa dreddies. Jeff heeft een bril. Dat weten mensen nog niet. Nu wel, ik heb een bril. Oh, ben ik thuis hier. Oh. Maar we zijn er. We gaan, ik weet niet. Jeff die gaat nog even iets doen en dan gaan we lopen. Daar zijn we. Jee, daar zijn we. Zijn we dan. Ja, maar overal filmpjes van het ook van hetzelfde.
Wat haat is dit, jongens? Het is niks voor mij, ook. Daar heb ik nog nooit gehad over, wat ik leuk vind. Jeff, houdt niet van de rode loper. Of nee, ik hou gewoon niet van al die rijke influencers hier. Ik heb er een hekel aan. We hebben net de foto's gemaakt hier bij Doek. Ja, ik sta er echt lelijk op. Ik had echt mijn bril af moeten doen vandaag. We zitten in de zaal. Oh my god, spannend! Shit. Ik heb toch mijn mensen weer om me heen, alleen mijn kleine kinderen. Ik ben een mooie steen, hè? Het duurt echt lang eigenlijk. Ik wil gewoon naar mijn nest. Deze man heeft niet geslapen vannacht. Nee, ik ben al vanaf gisterochtend 8 uur wakker. En ik ben hier nog steeds wakker. En al, ja, wakker. Ik leef. Ik adem. De koffie en de Red Bull aan mijn leven. Maar verder. Ja, heftig. Van is Just Entertainment en Messer Cola. Van harte welkom heten bij, laat je even horen, de grote Sinterklaasfeel. Hebben we er een beetje zin in vandaag? Ik heb gehoord dat jullie dat veel harder kunnen. Hebben we er een beetje zin in vandaag? Nou, gelukkig maar. Want het zou zomaar eens kunnen zijn dat jullie de leukste film van jullie hele leven gaan bekijken zometeen. Want dit is niet de eerste, niet de tweede, niet de derde, zelfs niet de vierde, maar de vijfde grote Sinterklaasfilm. En daar mag wel even een applausje voor, dames en heren. Blijf na de film vooral even lekker zitten, want dan komt de cast nog heel eventjes langs hier en dan kunnen jullie ze in het echt ontmoeten. 3, 2, 1. Idee, ik doe mee. Waar kom jij nou ineens vandaan? Nee, Chris niet. Die hebben zij wel. Het was een drukke nacht. Ja. Hoe vond jij het gaan? Met Sinterklaas. Jullie nog even een heel groot applaus voor de grote Sinterklaasfilm! Deze dag had natuurlijk niet hier kunnen zijn zonder een paar mensen in het bijzonder. Dus mag ik van jullie alsjeblieft een heel groot applaus voor cast en crew. Hier zijn Chris Status, jouw applaus, applaus, applaus! Robert en Brink, Martin Meiland, Giovanni Gamanita, Joshua Albano, Okke Verbeek, Sarah Robben, Stef de Reuver, Noah Gunnel, Justin Zwageman, en hou het nog even vol, want ik heb ook Wes Mutsaars, Martin van Waardenberg, Stefania, René Vroger, Maxime Vroger, Royce de Vries, Amanda de Vries, Carolina van der Plas, Roy Donders, Rines Krol en René Lemmel. Applaus voor de cast van de grote Sinterklaasfilm! We zijn oprecht net klaar. Jeff die is even naar de wc. Ik ben zo vaak in beeld gekomen, dat is echt insane eigenlijk. Het is natuurlijk echt een kinderfilm, dus het is natuurlijk echt op kinderen gebaseerd. Ik ben er wel vaak te zien, dus ga hem checken jongens. Ik word niet betaald om dit te zeggen trouwens, maar je ziet mij wel. Oh my god, dit is de Roy Loper. Ja, ga je zo. Let even niet op mijn haar, maar ik wilde eigenlijk nog in deze video heel graag vertellen hoe het allemaal behind the scenes ging. En wat beelden laten zien van hoe het nou daadwerkelijk ging. Ik heb in totaal 2 of 3 opnamedagen gehad, waarvan 1 hele lange opnamedag. En de tweede dag was eigenlijk een halve dag, zo kan je het eigenlijk meer noemen. Dit is al opgenomen in juni, afgelopen juni. De eerste dag dat ik daar was, was het oprecht gewoon 35 graden en het was bloed en bloedverziekend heet. We hebben bepaalde shots gedaan, waaronder dat je mij echt heel goed in beeld zag. Dat zijn namelijk deze shots. Het was een drukke nacht. Ja. Hoe vond jij het gaan? Nee, Chris niet. Die hebben zij wel.
Hier heb ik geen behind the scenes van, want ja, ik mag natuurlijk niet met een telefoon op de set lopen. De tweede dag, en dat was een vrijdag, toen moest ik van 12 of 10 tot 6 ongeveer. En toen moest ik trainen en toen had ik eindstand, werd ik gevraagd om mee te dansen ook in de clip. Met Sinterklaas. En dat is dus het clip helemaal aan het einde van de film. Dus ik ben eerder weggegaan van mijn training. Wat eigenlijk officieel niet altijd even goed kan. Maar ik had vrijgevraagd voor dit. Om als een gek weer daarheen te gaan. Om dan vervolgens in die clip te spelen. En dat duurde tot een uur of 1:30, 2 geloof ik uit mijn hoofd. En daar heb ik wel behind the scenes van. Dus die komen nu even allemaal in beeld. Wow. Wat zei je? Wat ik net zei? Ja, wat je net de hele tijd zei. Ja, oh, wat gaaf, cool. We dansen mee met Sinterklaas. Uit het ene kan niet wachten op een feest van Sinterklaas. Sinterklaas. Hij zei je hebt vele mooie liedjes, maar schrijf ook eens wat voor mij. Ik stond ooit in het grote boek van mijn vriend Sinterklaas. Het was een tijd geleden, dus vergeet het, ja, helaas. Hallo Kim. Kom, hallo Piet. Hallo. Hoe gaat het met jou? Goed. Kun je een leuk dansje doen? Nee, ik wil op. Nee. Ik ben echt best wel excited dat dit eigenlijk nu eindelijk de wereld uit kan. En vanaf vandaag kan je de film ook gewoon zien in de bioscoop. Bij jou in de buurt. Maakt niet uit welke bioscoop. Dus ga hem zeker checken. En spot mij. En als je mij ziet, tag me even. En of stuur het naar me door. Want dat vind ik echt hartstikke leuk om dat te zien. Jeff heeft 2 uur geslapen. Zo, dat gaat zien, hè? Alsof ik daar de dood ben opgestaan. Nou, dat valt al mee. Ik heb het ook. Maar ik heb niet geslapen. Ik heb 2,5 uur lang zitten werken. Wat? Eerst kleedhoofdjes. Ja, echt schattig. Maar wat vond je van de film dat ik erin speel? Oh, ik vond wel lachen. Ja, alleen dat? Het is ook een kinderfilm, hè? Ja. Dat is logisch. Ja. Jij speelt erin. Dat maakt het wel wat leuker. Yeah. Plus het idee dat ik allemaal bekende mensen heb gezien, vond ik het wel leuk. Vooral Roy Donders, die maakte echt mijn dag. Oh ja, en acteren kan je leren, de rest doe ik. Nou, dat dus. En vanavond gaan we mijn verjaardag vieren na 2 weken. Jee, Kim straal bezopen maken. Ik drink niet. Ik ook niet, ik zuip. Dan gaan we samen voor de mensen zorgen. Ja, wij nemen jullie mee vanavond. Jij rijdt, ik til. Deal. Ik ga Rens het lam voeren. Ja, goeie, oké. Okay. Tot krijg ik het cijfer. Hé, wat dread is van YouTube. We zijn eten halen. Ja man bro, wij gaan patat halen. Zo moet je normaal vloggen, hè? Hallo. Nee, die doet zo. ik heb ook een Kim vlog. Hallo, en wat dread is van deze vlog? Ik ga nu patat halen. Zo'n boom, weet je dat? Ha! We gaan eten halen. Ik kom zo klein. We kunnen schaken. Hey. Oké. Goedemorgen. Het is de dag na de première en ik heb oprecht helemaal niks meer gefilmd van gisteravond. Laat ik hier even heel gauw bijpraten. We gingen naar de Qualitalia om eten te halen. Daarna hebben we gegeten, hebben we ons omgekleed, zijn we naar de stad gegaan, hebben het terrasje gepakt met een paar vrienden van mij en zijn we daarna gewoon de stad in gegaan. Een doodnormale avond eigenlijk, nacht. Hoe je het zo kan zeggen. Ik heb vandaag ook niet heel veel op de planning staan. Het is alleen een beetje eten, kijken wat ik ga doen en that's it.
Ja, geen idee. Ik kan jullie heel erg leuk meenemen, maar ik denk dat het niet heel erg boeiend gaat zijn. Ik ga me in ieder geval omkleden in mijn echt meest stocky outfit die ik ooit heb aangedaan. Gewoon een normale legging, groot shirt en Jeffrey's trui. Oh, ik ben ook zo moe en zo dood, terwijl ik helemaal niet gedronken heb. Ik heb niks gedaan gisteravond. Ik ben gewoon echt kapot. Hoe dan? In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dat ik vaker een weekvlog ga doen. Dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk, wanneer ik wat gepland heb. In ieder geval, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!